Ik heb alvast een t-shirt aangetrokken, want er zit weer een warmere periode aan te komen. En met die stijgende temperaturen zullen steeds meer mensen hun weg naar het strand vinden om wat verkoeling te gaan zoeken. Nou, ik pak direct even de temperatuurpluim erbij. Eens even kijken hoe warm het gaat worden en ook hoe lang die warmte aanhoudt. En dan zien we dat we vanaf vrijdag met stijgende temperaturen te maken krijgen. Deze pluim is voor het midden van het land. Blijven wel net onder 30 graden, maar in het zuiden kan die tropische grens wel net bereikt worden. En met het stijgen van de temperatuur neemt ook de luchtvochtigheid toe. Dus het wordt een beetje een benauwde en klamme hitte. En na het weekend zien we de spreiding in de temperatuurpluim toenemen. In het midden van het land berekenen de warmste scenario's zelfs temperaturen boven 30 graden. Terwijl er ook wel wat koelere berekeningen zijn. En dan komen we weer tussen 20 en 25 graden uit. Nou, waar we precies uitkomen is wel van belang voor of we wel of niet voor de derde keer deze zomer een regionale hittegolf kunnen noteren. En op de langere termijn zien we weer een afvlakkende trend en krijgen we weer met wat koeler weer te maken. Nou, die temperatuurstijging hebben we te danken aan een draaiing van de windrichting. Als we even naar de luchtdrukverdeling op donderdagochtend kijken, zien we een lage drukgebied ten westen van ons. En in de loop van donderdag krijgt vooral Duitsland met buien te maken. Maar daar zit ook wel bewolking omheen en daar heeft vooral het oosten van Nederland mee te maken. Dus daar donderdag meer wolkenvelden en ook wat lagere temperaturen. Die buien daar lossen op. En dan vervolgens neemt dat lage drukgebied het stokje over. Want vrijdag later op de dag en ook zaterdag overdag krijgen we met buien van dat lage drukgebied te maken. En daar kan ook wel onweer bij voorkomen. Maar na zaterdag trekt dat lage drukgebied weg naar het noorden en komt er ruimte vrij voor een hoge drukgebied. En dat neemt ook een groot gedeelte van Europa in beslag. Dus als je komende week nog op vakantie gaat, maak je op veel bestemmingen kans om stabiel en ook relatief warm zomerweer te treffen. En wij krijgen in Nederland dus met een zuidenwind te maken die warme lucht onze kant opvoert. Nou, dat hoge drukgebied dat ligt daar wel even een tijdje. Maar als we dan naar volgende week woensdag kijken, zien we toch wel weer wat buien in de verwachting tevoorschijn komen. Waarschijnlijk een thermisch lage drukgebiedje dat boven Frankrijk tot ontwikkeling komt. Stijgende luchtstromen door dat warme weer. En dat kan dan weer een zetje geven voor buien. Die buien op vrijdag kunnen ook een handje geholpen worden door de straalstroom. Die band met windsnelheden hoog in de atmosfeer. Toen we met wisselvallig weer te maken hadden, lag die van west naar oost. En voerde dus continu die lage drukgebieden onze kant op. Maar de komende tijd is dat niet aan de orde. Die straalstroom is een beetje aan het slingeren. We zien hem vrijdag wel hier heel dicht bij ons in de buurt komen. Dat kan die buien wel net even het laatste zetje geven. En als we dan wat verderop in de termijn kijken, komt die ten noorden van ons te liggen. En zitten wij dus aan de warme kant van die straalstroom. En met die zuidenwinden komen die warme luchtsoorten dan onze kant op. En die hoge drukgebieden zitten dan ook hier in de krul van de straalstroom. Relatief droog weer dus door dat hoge drukgebied bij ons in de buurt. Zaterdag hebben we nog wel met die fronten te maken die overtrekken. Dan dus wel een verhoogde buienkans. Daarna even weer wat stabieler weer. En vanaf woensdag neemt dan weer de kans op regen- en onweersbuien toe. Waarschijnlijk door thermische lage drukgebieden vanuit Frankrijk. Maar over het algemeen dus stijgende temperaturen. Met vooral op zaterdag en verderop volgende week kans op regen- en onweersbuien.